Sportpark de Poelkorst in Noordwijk en houdt het decor voor VVSB, de thuisploeg in het paars tegen het witte GVVV uit Veenendaal. Die ploeg die mist Robin Mulder, maar deed goede zaken in de winterstop door met heel veel spelers het contract te verlengen. En bij VVSB is duidelijk dat één man aan het einde van het seizoen het sportpark gaat verlaten definitief. Josic stopt na 15 seizoenen. De eerste kans van de wedstrijd komt op naam van de thuisploeg. En die kopbal is van Pieter Koopman, de man in de spits bij de ploeg uit Noordwijkerhout. Overigens zou die niet lang spelen, die Koopman, want na 15 minuten werd hij gewisseld door Van der Wilde, die hier de bal heeft. Lloyd van der Wilde, opleiding genoten bij Feyenoord, met de opening. Daar El Osrouti. Inmiddels al 5 treffers achter zijn naam. El Osrouti, handig. En dan de voorzet bij Bekooi. En dan is het 1-0 voor de thuisploeg. En de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat dit tegen de verhouding in is. Want het zag er helemaal niet naar uit dat VVSB zou gaan scoren. Beste kansen tot nu toe waren er voor GVVV. El Osrouti mag ver komen, mag hem afmaken. Daar is de 2-0. Zijn 6e van deze competitie. Mohamed El Osrouti, combinatie met Bekooi. De Jong is te laat van GVVV. En daar dus de treffer voor VVSB. En de Veenendalers proberen het. Met De Jong. Een wanhoopschot. Nou, geluk voor Ruben Valk, want die bal die komt op de lat. En dan het schot uit tweede lijn. En dan moet Valk weer redden. Een geluksschot van Mart De Jong gaat er niet in. En dus wint VVSB met 2-0 van GVVV.